Mirabeeld Waterman. Waterman, van harte welkom weer op het kanaal van Mireille Online. Leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor de maand oktober 2022. We starten met de chakra boodschappen en dat zijn echt waanzinnig mooie kaarten. Hele mooie boodschappen, dus laten we snel gaan kijken. Alle informatie over mij, over mijn diensten of waar je wat kunt vinden. Dus alle tips, et cetera, die vind je allemaal hier onderaan in de beschrijving van deze video. Nog één keer schudden. Zo. Wat heb ik voor jullie? Mystiek en uitbreiding. Wauw. Deze twee kaarten heb ik voor jou, Waterman. Mystiek, dus er is iets mystieks aan de hand en uitbreiding. En wat pakken we daar nog meer bij vanuit het Wijsheid Orakeldek? Laten we eens eventjes gaan kijken. Oké. Sowieso is het ook interessant om even, als je dat nog niet gedaan hebt, naar jouw Mercurius in retrograde legging te kijken. Die gaat over september, oktober, op het gebied van zelfliefde. Dus daar wil ik je ook nog even op wijzen. Ik merk namelijk dat de readingen die ik nu allemaal aan het maken ben, best wel een soort aflevering 2 zijn van de vorige reading die ik gemaakt heb. Eens even kijken. 18 is een 9, de klaveren en de waarheid. 14 is 5. De waarheid met de L, dus er komt iets boven water, er komt een waarheid naar boven. En sereniteit, ook een hele mooie. Kijk eens even. Deze twee kaarten heb ik voor jou. Nou, we gaan eens even met de tarot kijken wat daar allemaal in naar voren mag komen. En het kan nooit met alle watermannen 100% resoneren. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Haal eruit wat je herkent. En je kan natuurlijk altijd even naar je ascendant of waar je zon in staat een video kijken. Weet je dat niet, kun je op Puur Medium gratis terecht om daar even je ascendant te berekenen. Het is allemaal heel simpel. En laten we eens even kijken wat de tarot voor jou in petto heeft. De ridder van zwaarden, de koning van munten, wilde zeggen, de koning van staven, paasje van munten, bekers 8. Dan hebben we daar de krachtkaart, dan hebben we daar staven 4, dan hebben we paasje, nog een hofkaart en dan hebben we munten 7. Dan hebben we justice en nog een paasje. 1, 2, 3, 4... 5 hofkaarten. Hallo, hey. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we ook Madame Lenneman vooral even erbij halen om te kijken wat zij te melden heeft. Zo. Een beetje meer. Zo. Ziet er dan toch wat gezelliger uit. Ik moet even wat drinken. Gisteren een hele serie gemaakt tot en met de boogschutter. Toen merkte ik al dat ik een beetje jeuk aan mijn neus had en weet ik veel wat. Maar ik ben toch echt verkouden aan het worden. Dus mijn keel die slaat af en toe helemaal droog. Oké, ik heb hier de lelie. Het kruis. Dan heb ik de slang. Dan heb ik de ijsbeer, de hond, de muizen, de kist. Het schip, de heer en de toren. Laten we eens eventjes kijken. Ik neem wel even lekker koffie. Anders wordt hij koud en dat is natuurlijk ook hartstikke lekker. Eens even kijken. Je bent nieuwe plannen aan het smeden of daar, die heb je onlangs gekregen. Maar iets blijkt een illusie te zijn. Je hebt met manipulatie te maken. Misschien zelfbedrog te maken. Iets met een illusie. De ijsbeer en de slang. Dat is nooit echt helemaal lekker. De ijsbeer gaat over dominantie. Een verborgen gezicht. Een verziekte situatie. En aan de andere kant de wilskracht om eigenlijk iets te creëren. Maar als we hem zo pakken. En dan kan je nu nog inzitten of net uitkomen. Paasje munten is eigenlijk
positief nieuws over geld wat naar je toe is, nieuwe plannen uitvoeren, zaaien. En ja, daar ligt de slang bij. De slang kan natuurlijk een transformatieve kaart zijn, hè, dat het met een transformatie te maken heeft. Maar ja, als ik dan ook nog eens de beer zie, denk ik, want het heeft je ook niet helemaal vervuld, voldoening gegeven. Dus daar is zeker, dat speelt nog of dat ben je net uit. En ja, de verziekte situatie, dus iets is niet helemaal gegaan zoals je het graag hoopte. Het heeft ook heel veel energie gekost, dat pak ik daar ook bij op. En het lijkt wel alsof jij, en dat is eigenlijk niks voor een waterman, want een waterman, ook al is het geen waterteken, is watervlug. Maar goed, er is hier wel iets gaande. Maar wat ik ook zie, en daar word ik wel heel blij van. We hebben hier, en oh, we hebben vanuit de Lenneman ook nog hofkaarten. Kijk, we hebben hier de Ridder van Zwaarden samen met de Koning Lucht. Dus je krijgt allerlei inzicht. Het wordt je helder. Er komt een bepaalde rechtvaardigheid. Die zagen we daar ook al liggen. Maar die Koning van Lucht is heel rechtvaardig. Die Ridder van Zwaarden, ja, die is wel bot. Die gaat recht op zijn doel af. Jij gaat ook nu recht op je doel af. Dan heb ik daar ook nog eens de Koning van Staven. Nou, dat is ook wel een dominant figuur. Warmbloedig, hartstochtelijk, een ondernemer. Weet hoe hij zijn doelen moet behalen. Maar er ligt een kruis bij. Dus dit is even de uitgangspositie. Dus veel vuur en lucht. En op zich is die combinatie helemaal prima. Hè? Want vuur en lucht voedt elkaar. Te veel vuur zou... dan krijg je een teveelheid aan vuur, laat ik het zo zeggen. Maar als de lucht te groot is op dat vuur, dan wordt het een te groot vuur. En als dat in balans is, krijg je eigenlijk een hele mooie combinatie. Maar je draagt wel een bepaalde last met je mee. Hè? En hier hadden we het al over, waarheid. En als we dan even naar die kaart kijken met die L. De L gaat over wijsheid. En de L kan zijn hele hoofd gewoon omdraaien, dus die ontgaat niets. Dan zie je hier ook dat inzicht, maar dan zie je hier ook dat masker daaronder. Dus iets komt gewoon heel duidelijk naar boven. En ja, daar heb je wel mee te maken. Dus je mag in waarheid naar die zaken kijken. Dat mystieke, nou, heeft ook wel een beetje met die slang onder andere ook te maken. Maar je bent wel eigenlijk korte metten aan het maken. Je zit nog in iets achter je laten, iets wat je niet heeft vervuld. Ik voelde ook wel een bepaalde teleurstelling bij. Ja, en als ik dan kijk naar het inzicht, heb ik hier de kracht en de hond. Zelfvertrouwen, dit is sowieso ook vertrouwen. Vertrouw jezelf, vertrouw je goddelijke kracht. Je bent eigenlijk één met die leeuw. En dat betekent eigenlijk één met je eigen kracht, maar wel vanuit zachtheid. En die hond betekent, wees jezelf, hè, je eigen beste vriend, maar wees ook trouw en loyaal aan jezelf. En vertrouw op jouw eigen kracht. Super belangrijk. En misschien is dat ook wel wat je mocht leren. Dat je niet op de kracht van een ander moet varen, maar je eigen kracht moet toepassen. Dat je dan veel sneller bereikt wat je zou willen. Waar gaat het naartoe? Ja, je piekt het ergens over. En je hebt ook met een verlies te maken. Dat zagen we natuurlijk net al aan die slang met die ijsbeer. Hè? En dat iets niet helemaal geworden is. Nou, dan zie ik hier het kruis liggen met de muizen en de kist. Dus je moet iets afsluiten en je hebt met een verlies te maken. En munten, staven 4. Een nieuwe harmonie weten te bereiken. Maar je piekert er wel over. En je gaat ook het vertrouwen achter je laten op een bepaalde manier. Maar waar pieker jij over? Daar gaan we zo even met de extra tarot, met de andere tarot extra op duiden. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Je wil eigenlijk verder. Maar je moet eerst het een afsluiten voordat je daadwerkelijk verder kunt. Je bent op iets positiefs aan het wachten. En je ziet het op zich ook wel positief. Maar je zit nog wel in die transformatie. Paasje, staven samen met de kist. En wat is van invloed? Dat heeft met het buitenland te maken. Buitenlandse invloeden kan dat te maken hebben. Het schip, het gaat over bewegen. Iets dat naar je toe komt. En je bent eigenlijk aan het kijken van ja, gaat het nu snel genoeg, hard genoeg? En belangrijk is dat het op het juiste tempo voor jou zal gebeuren. Je kan dingen niet allemaal afdwingen. Ja, dat kan wel. Alleen, het gaat erom, wat heb je dan voor uitslag als je dingen gaat forceren? Dan krijg je ook een geforceerde uitslag en niet de gewenste uitslag. Dan heb je hier eigenlijk, je wil rechtvaardigheid. Daar kijk je ook naar, je wil balans. Je bent daarin aan het zoeken.
Je vindt dat best wel lastig om weer op je intuïtie te vertrouwen. En dat hart wil een nieuwe impuls, want de aas van harten ligt daar. Dat is een, ja, kun je vergelijken met bekersaas. Wat hart wil gaan stromen, dat wil je ook heel graag. Je vindt het alleen lastig om op je intuïtie weer te vertrouwen. En ja, je wil ook graag die nieuwe balans en die rechtvaardigheid. En ja, ik mag eigenlijk tegen je zeggen dat je daar zelf invloed op hebt. Zo mag ik dat tegen jou zeggen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, wauw, dat is wel veel of het raakt me. Ik zou daar persoonlijk wel eens wat meer over willen weten. Je bent natuurlijk altijd van harte welkom voor een persoonlijk consult, telefonisch of in de praktijk. Ik werk wel uitsluitend op afspraak. En je kan natuurlijk ook altijd terecht bij een van mijn collega's op www.puremedium. Check eventueel ook nogmaals je ascendant of je maan. En ook de nieuwe maanreading is heel interessant in deze. Ja, waar gaat het dan naartoe? Vergeving en verzachting. Je gaat veel meer je zachte kant in. Er ligt een toren bij, maar die zachte kant betekent voor mij in combinatie met die toren persoonlijke groei. Dus je bent naar je persoonlijke groei aan het gaan. Dus je gaat veel meer in die zachte kant groeien. Maar we gaan de extra tarot erbij halen, want ik wil dingen weten. Laten we eens eventjes kijken. Waar gaan wij naar kijken? Als eerste eens even naar die slang met die page. Page munten met de slang. Nog een slok. Ik ben wel blij dat ik na jullie alleen de vissen nog hoef te doen. Want anders ga ik me wel zorgen maken over mijn keel. Maar dat redden wij nog wel eventjes. Laat me ook weten in een reactie, hè, hoe jullie de video ervaren en welke kaarten jullie vooral wel en niet leuk vinden. Ik vind dat super leuk ook om dat allemaal te lezen. Wauw. Zo. Lieve, lieve waterman. Hier begon de reading mee. Paasje munten. Samen met de slang. En hier gaat het ook om. Paasje munten. Zonder slang. Wat trek ik hier? Als eerste had ik voor jou het universum. En ook daar zie je die slang. En dan zie je de transformatie. Het universum is dat je uit een bepaalde cyclus komt. Een proces hebt afgerond. We hebben ook deze kaart erbij getrokken. Zwaarde 10. 1 plus 0 wordt weer een 1. Dus weer dat nieuwe begin. Ja, hier kom je eigenlijk tot bewustzijn van ja, dingen die gebeurd waren, waren niet oké. En dan zie je ook daadwerkelijk, je gaat wat achter je laten. Je hebt een bepaalde les moeten leren of mogen leren. Om dat in te zien. En met dat inzicht, als je dat opraapt en even gaat noteren, om het maar zo te zeggen. Dus wat heb je nu allemaal geleerd van deze situatie, wat mocht je inzien, dan hebben we daar natuurlijk kracht en de hond, dat je veel meer op je eigen kracht moet bouwen en vertrouwen. En niet op de krachten van anderen of denken dat anderen het voor je komen doen. Op jezelf gaan vertrouwen. Ik wil even weten waar die staven 4 met die muizen over gaan. Ook even heel erg belangrijk lijkt mij. Dus laten we daar ook vooral even naar kijken. Staven 4 met de muizen. Waar gaat dat over? Oké, iets of iemand is bij. Wauw. Waarom pieker je dan? Jongen, 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 jongen. Kijk, we hadden natuurlijk deze, hè? Muizen en staven 4. Dus harmonie weten te bereiken, het vertrouwen achter je laten, een nieuwe harmonie tegemoet gaan. Trokken we beker 6. Dus het verleden komt bij je terug. De harmonie. Je voelt je weer helemaal top. In die harmonie pakken we ook nog eens bekers 10. Dus eigenlijk het ultieme geluk wat je zou kunnen mogen ervaren. Nou, en wat pieker je dan nog? Ja, dat heeft met dit te maken. Die giftige bekers. Dus waar toxic in zat. Dat mag je achter je laten. En je mag je gaan focussen op die bekers, ik moet even andersom doen, die rechtop staan. En je was beschermd en je bent nog steeds beschermd. Dus dat is waar het om gaat. En ik wil als laatste nog eventjes naar die toren kijken, samen met die bekerpage. Verzachting, vergeving, ook een verzoening staat dat voor. Maar voor mij voelt dat ook als groei van de nieuwe jij. Dus hoe leuk is dat? Laten we kijken. Ja hoor.
Zeker weten. Ik moet daar ook nog even een Lenneman kaart bij pakken op die toren. Juist. Daar pak ik de boom op. Dan kan ik wel wegleggen, maar laat ik hem ook even aan je zien. Ik had het over groei en die boom daarvan is daar voor mij daarvan een bevestiging. Dus het heeft echt met groei te maken. Vergeef jezelf, vergeef anderen en ga groeien. Toen trokken we de koningin van bekers en dat is de spirituele dame. De vrouwelijke kant waar je meer in mag gaan. Dus je bent eigenlijk, en dat vind ik toch wel heel erg mooi. Je hebt namelijk in de hofhouding de koning, de koningin, de ridder en de page. De koning en de koningin zijn de vader en moeder en ik zeg altijd de ridder. En de page zijn de broertjes en de page is de jongste. Deze page gaat de verzachting in, zijn zachte kant in, meer die vrouwelijke kant in, maar zich ook spiritueel, paranormaal ontwikkelen. Dus dat ben je aan het ontdekken. Zij beheerst het, hè? Dus daar ben je ook nog eens aan het groeien. Dus wat een fantastisch iets eigenlijk. Hoe doe je dat nou? Hè? Spiritueel groeien, hoe werkt dat allemaal? Je kan bij mij altijd terecht voor allerlei cursussen als je dat leuk vindt. Maar ga ook eens op Puur Medium kijken, kun je ook van alles vinden. En hier hadden we natuurlijk paarsje staven en we hebben hem hier weer. Samen met die munten 9, dus een plotselinge groei. Plotselinge winst, dat kan zelfs een erfenis zijn, maar zomaar een winst. Maar ook vooral plotselinge persoonlijke groei. Alsof jij ineens iets ontdekt in jezelf. En daar gaat je hart harder van kloppen. Ja, en dat is... En dan ga je dus ook echt groeien. Dus ik vind het eigenlijk super, super mooi. Laten we ook vooral even op die liefde kijken. Uitbreiding ligt hier ook nog. En ja, voor mij heeft die uitbreiding vooral met groei te maken. Lering te maken. Misschien is er voor jullie bepaalde uitbreiding. Maar we hebben natuurlijk wel munten 9 hebben we. Bekers 10. En dat is ook een bepaalde uitbreiding. Mystiek is mij overduidelijk waarom dat hier ligt. Omdat jij op mystiek vlak ook heel erg zal gaan groeien. Ja, waar het wel over kan gaan. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ik denk, waar gaat die uitbreiding over? Ik heb niet goed gekeken. We hebben hier de kaart van uitbreiding, hè? Dat is deze. Ik ga zo verder met die kaart, maar anders ben ik het kwijt. Toen trokken we deze. Staven 4 en de muizen. De muizen gaan over gepieker en een verlies. Onder andere. Maar welk diersoort plant zich als een malle voor? Dat zijn de muizen. Dan hebben we natuurlijk je jeugd. Er komt iets uit het verleden terug wat je gezaaid hebt. Maar er valt ook iets te vieren. En dan hebben we die munten of die bekers 10. Dus het zou heel goed voor bepaalde mensen ook met dat soort uitbreiding te maken kunnen hebben. Nou, we gaan kijken. Je bent in ieder geval je kennis aan het uitbreiden. Maar dat zou ook voor een aantal mensen zo kunnen zijn. Hé, kijk eens wat ik hier voor jou heb, lieve waterman. Laat controle los. Laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. En geef uiting aan liefde. Vooruit, maak een romantisch gebaar. Deze kaart heb ik voor jou. En natuurlijk pak ik daar ook even de hartjeskaarten bij. Nou. En laat me ook echt weten in een reactie hoe je de video vond. En vergeet ook zeker niet om even je duim aan te klikken. Oké. Lieve waterman, als eerste. Ik hou van jou. Als tweede, kijk in je eigen innerlijk, onderzoek hoe het komt dat jij je zo voelt. Lieve waterman, ik hoop dat ik jou heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Nogmaals, laat even weten hoe je de video vond. Deel de video, vind ik ook helemaal top. Ik deel mijn inzichten, mijn kennis met jou. Hè. Alles wat ik doorkrijg, deel ik weer met jou. Als jij dan de video weer deelt, dan wordt het alleen maar groter. Worden we allemaal blij van. Ben je nieuw hier? Vond je het een leuke video? Kan je natuurlijk altijd gratis abonneren. Vergeet dat belletje niet. Voor nu zou ik zeggen, ik wens jou een hele mooie oktobermaand. Dank je wel weer voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei doei!